Hallo en welkom bij de 24e aflevering van de Learn Podcast. En mijn naam is René Kneiber en samen met Valentina David en Flemming van de Graaf maak ik een podcast waarin we praktische tips en tools bespreken over onderwijs. En ja, we leven dus nog. Dat is denk ik wel goed voor de luisteraar om te weten. Heel veel mensen hebben geïnformeerd naar onze, ja, of, of we er eigenlijk nog wel zijn, of het wel goed gaat, want er ja. Uh, ja, heeft zeker twee maanden gezeten tussen de vorige aflevering en de aflevering die je nu luistert. Uh, en dat betekent niet dat we, nou ja, dat we dood zijn, mensen. Als je niks van ons hoort, dan, dan leven we echt nog wel. En we hebben ook wel een podcast in de tussentijd opgenomen. Namelijk aflevering 23. Maar uh, ja, helaas door technische problemen is uh, een deel van die podcast... namelijk alles wat Valentina heeft gezegd, <laughs> helaas. is verdwenen. En het was zo'n mooie podcast ja. met een prachtig onderwerp. Uh, eindelijk is goede grappen <laughs> en uh, interessant. Maar... Het ging ook nog eens over het feedbackproces, ook wel een tof onderwerp. Ja, maar ja, dat is, uh, nou ja, het ja. is er niet meer. Nee. dus uh, We gaan het ook niet nog een keer opnemen. Nee, dat had nee. geen zin. In. Ik nee. denk eigenlijk dat jij gewoon stiekem wraak hebt genomen op mij. Waarom? Om, ja, om terug te pakken. Voor? Ja, onze eindeloze weten tussen wie Kampernee en Camp Valentina over leerdoelen en. Ja, dus je wil zeggen dat, dat ik zo ver zou gaan dat, ja. dat we dus tot tien uur s avonds een podcast aan het opnemen zijn. Dat we allemaal kapot avond. en moe ja. er zijn. En dan dat ik dan uit de wraak ja. dan alleen maar zeg dat uh, jouw delen weg zijn. Terwijl het er eigenlijk allemaal <laughs> gewoon was. Dat, dat is eigenlijk wat je wil zeggen. <laughs> dat is wat ik impliceer. Ja. ja, dat gaat wel ver. Oké, okay, sorry. <laughs> maar misschien is het zo. Ik ja, weet niet. Ja. Nee, nee. nee, maar het was een, uh, was een hele leuke aflevering. Ja, briljant. Briljante aflevering eigenlijk. Ja, maar, uh, ja. verloren podcast. Voor altijd verloren. Sorry ja. mensen. Dus we slaan nummer 23 ook gewoon ja, over. Ter ere van de aflevering die er niet meer is. Ja, Oké, ja. ja, maar, okay. maar toch. Uh, we zijn er en uh, we hebben vandaag een fantastische aflevering gepland. Namelijk, wij gaan uh, in gesprek met Stijn van Hoofd en Geert Speltings van het boek Feedback in de klas, een van onze favoriete boeken over feedback. Absoluut zeker op, op nummer één. We hebben geen aandelen. Nee. Dat is wel goed om even te zeggen. Ik zeg dat ook altijd in de, in de trainingen en workshops die we geven. Als ik het boek weer promoot. Maar het is toch wel echt mijn favoriete boek over feedback Ja, zeker. Ja. Ja, en uh, nou en even ja, voor de luisteraar om even kennis te maken met jullie. We hebben, uh, uh, dus, uh, nou, Stijn, uh, uh, kun je jezelf even voorstellen? Ja, goeiedag. Ja, uh, ja ik ben Stijn. Ik. Um... Ik werk momenteel in Karel de Grote Hogeschool, waar ik uh, docenten begeleid, uh, in langdurige trajecten meestal rond het thema feedback, hè, vandaar ook uh, de link met het boek is er natuurlijk. Thema zelfsturing, formatief leren, uh, maar uh, langdurige trajecten. En uh, ja, voordien heb ik, ik heb eigenlijk altijd uh, die interesse in zowel het lesgeven zelf, lang zelf lesgegeven, um, eerst aan de universiteit een stukje, maar dan vooral in het secundair of het voortgezet onderwijs en ook in de lerarenopleiding, hè, dus dat doe ik hè, met heel veel plezier. Daarnaast veel interesse in uh, het, onderzo het onderzoek over lesgeven. En die twee probeer ik uh, wat samen te brengen. Vroeger vanuit een stukje frustratie ook wel, hè, als ik zelf in de academische <laughs> wereld nog zat van hoe dat sommigen, ik mag niet voor algemeen academici, er toch niet zo goed in slagen vond ik toen om, uh, om heel interessante inzichten op een, op een toegankelijke manier bij, bij mensen die voor de klas staan te brengen. Mm -hmm. Ja. ja, dat is een soort gedeelde interesse volgens mij. Uh, ja, ja ik ook, ja, ja, absoluut. Ja. En, uh, en Geert, wat, uh, wat moeten de mensen over jou weten? Ja, ik ben uh, diensthoofd onderwijsontwikkeling aan Karel de Groot Hogeschool. Ik ben de baas van Stijn. <laughs> en, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik ben zelf sociaalpedagoog van opleiding. Ik zie geen onderwijskundig, maar ik zie dat echt eerder als een voordeel. Ik ben een beetje van buiten het onderwijs in het onderwijs gestapt. Uh, wat mij altijd opviel binnen het onderwijs, dat er heel veel nieuwe dingen uitgedacht en uh, ontwikkeld werden, maar zonder dat er echt gekeken werd naar goede voorbeelden. Het lijkt een beetje of het warm water elke keer opnieuw moest uitgevonden worden. Ook werd er zelden gekeken naar uh, ja, literatuur of onderzoek daarover. En in die zin ja, denk ik dat je niet tot de beste resultaten komt. En dat, dat viel me wel vaak op in de verschillende plekken waar ik uh, tot nu toe gemerkt heb. In februari verscheen het boek uh, Feedback in de klas. Daar waren we ontzettend uh, blij mee dat dat boek verscheen. Want uh, ja, zoals jullie weten, Valentin en ik geven veel trainingen over feedback en over formatief handelen. En uh, ja, er is fantastische literatuur over, wetenschappelijke literatuur. Uh, mooi boek van Naomi Winstone, uh, waar we het eerder over gehad hebben in de podcast. Ja, we waren heel gelukkig dat er nou een boek uh, in het Nederlands taalgebied uh, verscheen. Waarin uh, eigenlijk uh, het, ja, op een nog praktischere manier duidelijk wordt hoe je feedback uh, moet geven in de les. Het is en, gewoon goed te lezen. Want kijk, die werken van Naomi Winston en collega's zijn natuurlijk prachtig. Zijn wel heel academisch, dus ik zeg en Engelstalig. Dus voor een gewoon docent in zijn dagelijkse praktijk die het heel druk heeft, ga je niet zo heel snel een artikel lezen van de Winstone en dan meteen ook snappen hoe je dat allemaal kan toepassen of daar heel veel handvatten uithalen. En dat vind ik zo tof van het boek. Dat is ja. natuurlijk gewoon, ja, lekker ja, te lezen. Zeker, ja, blind kopen is het devies. Hè? Dus, ja. uh, dus dat, uh, <laughs> laten we dat even <laughs> voorop stellen. Maar wil je misschien iets vertellen over hoe dit boek tot stand is gekomen? Dus wat, wat ging hier eigenlijk allemaal aan vooraf? Ja, 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 zeker. Ja, voor eerst ja, super fijn zo'n uh, reactie hè, die jullie geven over het boek. Dus uh, dank je wel daarvoor. Misschien moeten we over die aandelen toch maar eens praten. Ja, want ja, zeker omdat die feedback ook van jullie, van Toetsrevolutie, komt. Omdat wij ook wel opkijken naar al het werk wat, wat jullie doen. Dus uh, jullie promotie en het feit dat jullie uh, er zo positief over zijn. Daar kunnen wij alleen maar heel, heel blij mee zijn. <laughs> um, en, het, en wat je vertelt, van het, het is, het is uh, leesbaar praktisch, dat is ook wat we geprobeerd hebben, tegelijk die onderbouwing. En het is eigenlijk wat begonnen toen ik zelf begon, vier jaar, vier, onder, vier en een half jaar geleden ongeveer, bij Karel de Grote Hogeschool. Ik werd eigenlijk aangenomen om professionalisering te voorzien. Ik kwam vanuit het, het secundair onderwijs voortgezet. En ik had ook al in de lerarenopleiding gewerkt. En ik gaf ook al wel wat vorming. Dus ik had het gevoel, ik ben daar klaar voor om dat uh, te gaan doen. Maar uh, een van de eerste dagen, zelfs dat ik daar werkte, stelde Geert met een baas dus, hè, de vraag, uh, binnen twee weken is er het congres voor uh, onze docenten, maar de lesgever rond feedback is weggevallen. Uh, zou jij um, ja, dat, willen, dat willen overnemen? En als je, ja, ik begon net, dus je wilt natuurlijk een goede eerste indruk uh, <laughs> maken, dus ik dacht, uh, ja, ik wil dat wel doen, maar eigenlijk moest ik toegeven, ik, ik zag dat eigenlijk niet zitten. Dat is wel even een, een ding, want je stuurt gewoon je nieuwste kracht, zeg maar, wordt het moeilijkste onderwerp op wat Geert. Twee weken van tevoren. Ja. Ja, maar ik, ik moet er wel ja. bij zeggen uh, dat, dat Geert dan ook wel meteen zei: van, Laten we het samen doen. Oh, uh, ja, nee. kijk, ja. <laughs> en daar was ik dan wel enorm blij om, want toen zag ik het wel zitten. Want ik besefte toen van, ja, rond feedback: Ik had zo wat klassieke ideeën vanuit. Uh, uh, ja, feedback komt best snel, positief geformuleerd, constructief. Zo de klassiekers, maar ik dacht: Een halve dag, wat gaan we daar vertellen? Maar toen hebben we het dus gelukkig samen echt in de literatuur gedoken. Uh, Geert had ook al wel wat achtergrond. En uh, voilà, en toen zijn we aan de slag gegaan. En ik denk, het is van de eerste sessie dat het wat in gang gekomen is, omdat we toen al merkten, ja, een eerste sessie, ik weet niet bij jullie, maar bij ons is dat nooit wat je er echt van hoopt dat het wordt, maar toch merkten we dat bij een aantal collega's er echt iets in beweging kwam. En dat ze zeiden van, kom, ik wil ermee aan de slag, neem mij maar mee. En zo is dat stapsgewijs, vier jaar lang, meer sessies, onder, eh, ook extern, niet alleen binnen de hogeschool, extern. Heel veel praktijkervaring en telkens merkten we, ook vanuit lerarenopleiding bijvoorbeeld, dat collega's aangeven van, ja, dit, dit, ik, ik kan hier iets mee. En dat zijn we dan geleidelijk aan gaan uitschrijven en zo is dus uh, het, boek, uh, het boek ontstaan. Het mooie is dat ook docenten die op die eerste assistie aanwezig waren, met mijn voorbeelden in het boek staan, ja. hè, die ook zelf zeggen van ja, ook dat eerste jaar werkt het niet zoals je wilt. Ik heb ja. twee, drie, vier jaar nodig om echt een stuk... Ja, te perfectioneren en, en aan te passen aan de idee ja. die ik had. Maar dat zijn effectief mensen die ook de eerste sessie mee gevolgd ja. hebben. Ja, en misschien kunnen we daar een kleine bekentenis doen. Uh, want Sarah in het boek komt altijd terug en zij geeft, zij geeft in het boek les in kinderzorg. Maar we moeten eerlijk toegeven dus dat zij vanuit KDG heel veel geëxperimenteerd heeft en eigenlijk in pedagogie van het jonge kind staat. Maar we hebben het in het boek wel geherformuleerd samen met haar naar het secundair onderwijs. Mm -hmm. Maar het is de enige. De enige, want alle andere verhalen het zijn. <laughs> Uh, echt de, de, de verhalen van de mensen vanuit deelnemers, van vormingen um, en zo verder, die, we, die, die vaak zelf hun eigen uh, getuigenis geschreven hebben in het, uh, in het boek. Ja, en wat is dan het proces geweest? Zeg maar, van hè, Want je zei, ik had een vrij klassieke opvatting over feedback. En, nou ja, en, en in een aantal jaar werk je dan naar zo'n boek toe. Wat is zeg maar je het grootste. Ja, het, zeg maar, wat is er gebeurd in die, die tussenperiode? Ja, ik denk. Um, als ik terugkijk naar mijn eigen lesgeven, ik denk na, ja, heel wat dingen zijn herkenbaar en heb ik het gevoel, dat deed ik al wel. Maar tegelijk feedback zien als een proces en als een integraal onderdeel onder van, de, van, de, uh, van je lesontwerp. Dat is toch wel relatief nieuw. En heel specifiek voor mij het stukje kwaliteitsverwachtingen. In, in, in die zin, als ik daarop terugkijk. Ik had bijvoorbeeld hè, in STW, Sociaal- en Technische Wetenschappen, was dat, groepjes, vaak waren dat jongens toevallig of niet, die het niet altijd zo, uh, niet altijd zo goed deden. En ik merk nu dat ja, ze hadden vaak weinig vergelijkingsbasis Ik liet hen niet actief met voorbeelden aan de slag gaan en zo verder. En ik dacht, ja, dat had ik, toch, dat had ik toch, uh, toch moeten doen of kunnen doen. Ja. Ja. ja, want een klassieke opvatting van feedback, hè, dat is toch vooral van nou, hè, de leraar geeft de ja. feedback aan leerlingen en uh, de leraar weet hoe het allemaal zit. Ja. En uh, zegt van nou, misschien moet je nu dit maar eens even verbeteren. En uh, ja, en, en, en dat klinkt zeg maar, en dat lees natuurlijk ook terug in het boek, van, ja, dat dat beeld. Ja, dat hebben jullie wel echt herzien in, uh, in, in, die, in die jaren dat jullie uh, naar het boek toegewerkt hebben. Hè? Ja, absoluut. Vanuit hè. onder meer Windstone hè, als, als, als basis van de, de leerling werkt het hardst bij goede feedback. Hè. Zoals Dominique Sluismans het vaak formuleert: het zweet op de juiste rug, of, of, of jullie het formuleren hè, in, in die zin. Ja. Dat was bij mij ook echt een belangrijk inzicht. En achteraf bekeken, denk ik, hoe kan dat nu, maar. Zo het idee, als je naar lessen kijkt, dan wordt er al heel lang gezegd, ja, leren is niet gewoon een hoorcollege geven en je hebt je, hebt je leerstof gezien. Leren is echt gaan kijken, hebben de studenten het geleerd en ga ook checken of dat, of dat leerproces gebeurd is. En dan kijk je naar feedback en dan zie je eigenlijk dat dat het klassieke model van een hoorcollege volgt, namelijk, ik heb het uitgelegd, mijn feedback is gegeven, punt, job gedaan en, en, en pas na enige tijd zie je in van, nou ah ja, eigenlijk is dat zo'n parallel met, met hoorcollege geven of feedback geven. En toch doen we dat gewoon in feedback en stellen ons geen vragen erbij. En over leren doen we dat al tien jaar wel. Hoe komt dat nu? En ik denk dat voor mij daar de klik ook wel een stuk gekomen is. En dat zie je vanaf het heldere kwaliteitsverwachtingen stellen tot het, tot het einde van feedback. Van ja, er is een andere insteek nodig. Ja, wat, wat, wat ik daar um, opvallend vind, puur die definitie, als je zegt... Aan leraars vraagt wat is feedback, ze vaak de informatie die ik aan de leerling geef. Als je gewoon al denkt vanuit feedback, is leerlingen die aan de slag gaan met informatie, dat zet al zoveel in beweging. Alleen nog maar dat, maar. Omdat collega's dan vaak beseffen. Ja, maar vaak gaan ze niet aan de slag. Vaak formuleer ik het en blijft het liggen als ze het al lezen. En de kans dat ze ermee aan de slag gaan is vaak te gering of te klein. En dus dat, dat zet op zich al, al heel wat in beweging. Ja, ja, dat is ook een van de dingen die ik van Dylan William leerde toen ik hem ooit in uh, 2013 of 2012 een keer een workshop van hem bezocht in Engeland. En hij wees erop van ja, als het over feedback gaat, is ja, kijk dan wat er gebeurt bij de leerling. He, dus uh, ja, je kan uh, nog zo goede feedback geven. Maar als zij niet aan de slag gaan of je ziet niks gebeuren in hun hoofd, zeg maar, of er komt niks van uit, ja dan was het, he, dan, dan was het eigenlijk zinloos. He, dus uh, en dat vind ik ook mooi om terug te zien. Is uh, ook in het boek natuurlijk. He, en ja, de manier waarop we erover nadenken, dat het ook echt gaat over ja, wat gebeurt er nou aan de kant van de ontvanger. He, al is die soms ook de gever, zeg maar. Maar wat gebeurt er aan de kant van de leerling of de student? Uh, met, uh, met de informatie die je ontvangt. Ja, heel zeker. Ja. Ik vind het bij mij het mooiste en de mooiste fout die ik daar in jaren heb gemaakt. Um, ik stelde altijd een open vraag. Die leerlingen antwoordden op Padlet. En dan gaf ik klassikale feedback. En dan dacht ik echt: ja, dit was echt leuk. Dit was lekker. Ik heb goede feedback gegeven. En ze deden allemaal actief mee. We hebben echt goed over de stof gepraat. En dan dacht ik altijd: en dan zei ik ook tegen ze: Nou, doe je jongens, tot de volgende keer, Tot de volgende les. Jullie weten wat je nu beter moet doen. Ja, ja maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. <laughs> dat vond ik zo'n ontzettende eye-opener: dat ik eigenlijk dacht, ja, ik dacht dat ze het wisten, maar ik heb dat helemaal niet gecheckt. Ja, absoluut. En dat vind ik ook een mooi voorbeeld. Hè? Klassikale feedback. Hè? We kunnen uh, een gesprek voeren klassicale feedback. Hè? We zijn het daarover uh, eens of niet dat dat, dat, dat heel waardevol is. Maar het, is, het wordt voor mij pas of voor ons pas interessant als je daar dan echt induikt. Want inderdaad, hè, zoals je zegt, op het einde, een heel eenvoudige stap op het einde, na klassikale feedback, even tijd nemen om te zeggen, wat leer je hier nu uit voor jouw werk? Welke stap ga jij zetten en leerlingen dat met elkaar laten delen? Dat maakt zo'n verschil. En uh, dus, dus dat is ook wel iets wat we belangrijk vinden: van, van ja, de concepten of de begrippen ja, daar niet bij te blijven hangen, maar echt in te duiken en te gaan kijken van oké, okay, hoe ziet er dat dan heel concreet uit in een heel concrete situatie. Ja. En een ander aspect waar docenten eigenlijk heel vaak tegenaan lopen, wat misschien wel het grootste struikelblok is, of het grootste bezwaar om ja, je tanden zeg maar verder te zetten in het onderwerp feedback, is dat docenten altijd aangeven van ja, maar... Tijd. Ik heb, ik heb gewoon te weinig tijd. Ik heb uh, 30 leerlingen, 26 leerlingen in de klas. Ik heb zeven uh, klassen enzovoort. Hoe moet ik nou? Ik wil wel goede feedback geven, zegt ze altijd. Ik wil me heel graag mijn feedbackpraktijk verbeteren. Maar ik zie niet hoe ik dat moet doen. Ik kom gewoon tijd tekort. Maar wat is daar nou volgens jullie ook en hoe, hoe kijken jullie daarnaar vanuit het boek en, en wat zijn jullie bevindingen daarin hoe je dat moet ondervangen? Voor ons is uh, dat een van de redenen waarom we het boek geschreven hebben, denk ik. We, we zijn echt vertrokken vanuit, hoe kan je die dingen nu doen uh, op een manier dat het meer oplevert dan wat je nu doet. Het, ga, het gaat eigenlijk niet over, ik heb meer of ik heb minder tijd, het gaat wel over de tijd die je hebt. Hoe kan je die zo zinvol invullen en hoe kan je met de dingen die je doet zoveel mogelijk je leerlingen laten leren. Dat was het basispunt van het boek. Ja, absoluut. Gecombineerd ook met feedback. Binnen de klas te brengen. En, uh, feedback wordt nu vaak beschouwd als iets wat je thuis achter je bu bureel of op je bureau uh, doet, uh, schriftelijk, individueel aan, aan leerlingen gericht. Um, en daar hoort vaak die frustratie bij, uh, ik, ik steed daar zoveel tijd aan en de leerlingen gaan er uh, vaak niet mee aan de slag. En vooral zelfs de leerlingen die de feedback het hardst nodig hebben, die gaan er het minste mee aan de slag. Dat levert veel frustratie op, want leraars willen het goed doen. En voor ons was dat inderdaad net de aanleiding om te gaan kijken, oké, okay, wat zijn daar alternatieven en hoe kan je um, leerlingen meer tot leren brengen? door soms ook wat minder feedback te geven, bijvoorbeeld. Om daar één voorbeeld van te geven, een klassieker daar is heel taakgericht, wordt dat dan genoemd. De leraar die in een, in een groter werk bijvoorbeeld, in de kantlijn, heel veel commentaren schrijft. Jullie kennen het wel. Um, en dat de, leer, de leerling, bij wijze van spreken, alleen nog accept all changes moet klikken. Dat, het, dat het, is een praktijk die, die vaak gebeurt, maar waarop zegt niet zoveel van geleerd wordt. En soms daar is kritisch naar kijken, van oké, okay, wat zijn daar alternatieven... Um, ja, dat is voor onze aanleiding voor het boek geweest. Ja, nou, ik denk dat ook een belangrijke eye-opener is, is dat je dus niet alles hoeft uh, schriftelijk hoeft te doen. Of dat je alles moet opschrijven. Van ja, maar anders heb ik toch geen zicht op uh, wat ik gedaan heb. Of enzovoorts. Maar juist als je naar nou het focus aanbrengt, heel erg ook focust op dat die leerling of die student aan zet is. En dat die eigenlijk eigenaar moet worden, ook van die feedback. En dat die hem moet gaan omzetten in actie. En dat het denk ik veel meer zit in. Uh, dat jij als docent van tevoren nadenkt over je ontwerp en over je curriculumontwerp. En wat voor plek heeft feedback daar nou in? En een van de super toffe dingen die ik ook uit jullie boek haalde, was dat jullie als tip eigenlijk inga aangaven van. Je kan ook leerlingen of studenten vragen. als je bijvoorbeeld uh, met een bepaald product. of met een bepaalde opdracht bezig bent. van wat. en je krijgt zoveel keer feedback. wat voor feedback heb je nou de vorige ronde eigenlijk gehad? En wat heb je daarmee gedaan? Hoe heb je dat omgezet in actie? Wat heb je. ja, wat voor verbeterslagen heb je. Uh, daar op je product gemaakt? Maar ook. ook een heel interessante. en wat heb je niet gedaan? Wat heb je gekozen. van die feedback die je hebt gekregen. om niet op te pakken? Ja, en dat vond ik ook weer zo'n leuke tip. Want dan. Komt feedback ook veel meer tot leven en krijgt het ook veel meer in, precies wat je zegt ook integraal uh, uh, ja, onderdeel van, van het leren van het onderwijs. Dus het is niet zo'n inrichtingsding van nou ik heb nu feedback gegeven als docent en nu uh, ja hè, ga er maar wat mee doen. Ja absoluut en wat mij daar intrigeerde was het idee. De klassieker is feedback komt best zo snel mogelijk na de opdracht. En in dit verhaal zeg je eigenlijk, feedback komt best zo snel mogelijk voordat je er terug opnieuw mee aan de slag gaat. Dus als je in een bepaald jaar, hè, wat er nu soms uh, een, een, een bepaalde opdracht gedaan hebt, zelfs als nadien de, de leraar het jaar nadien daarmee aan de slag gaat, dan wordt dat, dat hoor ik toch vaak bij deelnemers, weinig gedaan om dan die, die, die feedback terug op vast te pakken. Door eigenlijk te starten met vertellen, eens vorig jaar heb je eigenlijk ook al een schrijfopdracht gedaan of een laboverslag gemaakt, wat heb je toen geleerd? Hoe heb je dat toen aangepakt? En je hoeft als leraar helemaal niet een lijst van te hebben van al die punten. Dat kan, hè, met een feedbackschriftje of in een document waarin leerlingen het zelf bijhouden. Precies. Maar dat gesprek en dat leerlingen van elkaar ook horen van ah, tjij, die leerling die weet dat nog of die heeft dat genoteerd en ik heb daar niks meer van. En, en, en dat, dat levert dan ja, vaak wel interessante gedachten op bij de leerlingen. Ik denk een van de eerste momenten dat ik daar zelf ervaring mee heb gehad is uh, toen ik docent was in de bachelor bouw en we, we lieten studenten uh, ze moesten eigenlijk een bouwproces beschrijven van begin tot einde welke fase en wie is er betrokken. Um, en studenten moesten dat indienen, dan kregen ze daar feedback op en dan moesten ze een tweede versie indienen. En de tweede versie werd definitief verbeterd. En in de verbetersleutel zat ook in in welke mate heb je die feedback effectief goed gebruikt. Hè? Dus de, de, eigenlijk de mate van het goed, goed aan de slag gaan met feedback uh, was deel van de evaluatie. En dan leerden we studenten in een volgende uh, stap. Om elkaar feedback te geven. Dus het volgende deel van de projectopdracht, waar de groepjes aan zitten om elkaar feedback te geven op elkaars opdracht en moeten ze opnieuw die feedback terugwerken. En zo. Ja, heb je eigenlijk opgebouwd stap voor stap dat studenten leerden. Hoe krijg ik feedback? Hoe ga ik om met gekregen feedback? Hoe geef ik zelf feedback en hoe ga ik dan om met die gekregen feedback? En zo leerden we eigenlijk een stuk feedbackgeletterdheid aan studenten. Ja, en het ligt dan ook bij hen. Hè. Dus uh, so Sarah, bijvoorbeeld, uh, Sarah Loopmans, hè. Zij, zij vertelt in het, in het boek ook. Zij vraagt bijvoorbeeld aan, aan de studenten om zelf bovenaan het document te noteren. met welke twee aspecten van feedback ben je aan de slag gegaan en hoe kan ik dat zien? Ah ja, super dus, uh, die verantwoording ligt een stukje meer bij die. Bij die studenten. En op die manier moeten ze ook, uh, ja, gaan ze ook harder moeten leren. En Het lastige is wel, want uh, uh, dat zal voor jullie zeker herkenbaar zijn, is dat dat ook wel wat frustrerend kan zijn, soms ook voor de leraar. Want je hebt soms het gevoel dat op korte termijn presteren ze wat minder, maar op lange termijn levert het meer op. En ja. dat is wel een worstelen waar dat uh, ook met, uh, met de studenten of de leerlingen over in gesprek moet gaan. En je, als je hiermee begint of als je deze praktijk gaat veranderen of andere stappen in gaat nemen, moet je als docent heel goed realiseren dat je ontevreden klanten ja. hebt op korte ja. termijn. Want ze zijn het niet gewend. Ja. Ze waren gewend om van jou gratis ja. <laughs> feedback te krijgen. En dat zij dat gewoon direct Absolute. konden toepassen. En dat zij ja. daar eigenlijk niet meer zelf over na hoefden te denken. Dus zodra je dit soort dingen gaat doen, ja, moet je je goed realiseren dat die leerlingen echt niet ineens denken. Oh, wat fijne manier. Om de, maar je dwingt ze eigenlijk om harder na te denken. Ja, ik denk ja. dat er veel studenten zijn die, die inderdaad zullen denken en leerlingen ook van, moet ik mijn feedback onthouden? Uh, het is dit van Martin? Ja, ja, absoluut. absoluut. Nu, ik kan, uh, ik kan, ik zal wat reclame terugmaken. Ik ja. kan, uh, luisteraars, zeker, hè, ongewenste moeilijkheden hebben jullie toch een, een aflevering ja. over gehad? Ja, gewenst, en kwaliteitsbesef, ja. die kan ik absoluut aanraden, want dat gaat exact daarover, hè, van het... Uh, uh -huh. Het op korte termijn soms frustrerende, om ja. op lange termijn meer, te, meer op te leveren. Ja. Ja. ja, en ik vind dat een heel interessant uh, gebied. Hè. Dus, uh, want ja, vaak als je het hebt over uh, onderzoek uh, naar onderwijs, dan, uh, ja, dan kun je heel stellige uitspraken doen over die eerste fase van kennisacquisitie. He, dus, als ze net beginnen met leren, nou, dan doe je directe instructie. Uh, je, geeft, uh, vrij, uh, je moet vrij kort op de bal feedback geven. Zorg dat ze goed inoefenen. Positief moet het zijn. Nou ja, en, dan, en als je kijkt naar een expert, nou, dan weten we ook wel een beetje van, uh, wat je daar dan mee zou moeten doen. En dat er ergens een keer een expertise-omkeringseffect plaatsvindt. Dus dan de dingen die werken voor beginners, werken niet meer voor experts. Oké, okay. maar dan heb je een heel groot tussengebied, waar eigenlijk ja, het veel vager wordt. En wat ik interessant vind, zeg maar, is dat met die gewenste moeilijkheden bijvoorbeeld. en ook uh, met uh, de wijze waarop jullie over feedback schrijven. is van ja, dat wordt eigenlijk een soort invulling voor het, het grote gebied daartussen. En uh, van ja, want de leerlingen zijn natuurlijk snel al niet meer beginners. En uh, nou ja, en dan, maar we zijn wel geneigd om in die vorm van feedback bijvoorbeeld te blijven hangen. die echt past bij, uh, bij wat beginners doen en die gewenste moeilijkheden ook. Maar ja, het blijft altijd lastig. Van, ja, mensen vinden dat. Ja, eigenlijk is de conclusie gewoon, mensen vinden het niet leuk om na te denken. Ja. Dat, dat, Absoluut. Ja, klopt, klopt. Ja. Maar iedereen, niet alleen de leerlingen. Nee, 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 ook nee, ook nee. alle andere mensen. Ja, ja zeker, zeker. Ja. Ja. Nee, maar het is inderdaad, ja, de en de feedback geletterdheid is natuurlijk ook, ja, weet je, niet, geen mooie term, we hebben het natuurlijk al eerder in deze podcast uh, over gehad. Uh, van, ja. Maar het is wel belangrijk hè, dat je begrijpt als uh, leerling of als student van waarom krijg ik deze feedback uh, wat moet ik er vervolgens mee doen. Uh, nou ja, dat zijn denk ik wel belangrijke dingen. En daar hebben we ook een fantastisch gesprek over gehad in de vorige aflevering. <laughs> <laughs> Echt zo geweldig. In de verloren podcast. Ja, ja in ja. de verloren podcast noemde ik ook een voorbeeld. Dat, dat kwam ik tegen van een docent in uh, Leeuwarden. En die vertelde, uh, die geeft Engels, dat hij uh, dan zichzelf gebruikte als voorbeeld. Ik zal het even toelichten hoe hij leerlingen... Uh, eigenlijk trainde in dat feedbackgeletterdheid. Dus hij deed dan alsof hij een stukje tekst in het Engels had geschreven en zei hij: kijk jongens, dit heb ik gemaakt. En uh, wat vinden jullie daarvan? En dan liet hij die leerlingen uh, klassikaal allerlei dingen roepen. En hij verzamelde eigenlijk al die feedback die zij daar klassicaal aan hem teruggaven, verzamelde die weer op, een, uh, op het bord, ook in een apart uh, overzicht. En dan zei hij, oké, okay, als ze klaar waren, uh, nou laten we nu eens kijken. Uh, jullie hebben mij feedback gegeven. Wat kan ik daar nu mee doen? En dan viel dat ook wel eens tegen dat die feedback die ze hadden gegeven eigenlijk niet zo actiegericht was. Of dat hij, als hij zich voordeed als leerling, dat hij niet zo heel goed wist wat hij dan precies moest doen, hoe hij dat moest verbeteren of hoe hij dat kon aanpakken. En dat dus ook daar eigenlijk meteen met die leerling een soort nieuw proces ontstond van ja, hoe kan je nou feedback geven die actiegericht is? Hoe weet dan die ander wat hij ermee moet doen? Wat is nou handig om wel te zeggen, wat is handig om niet te zeggen? En dat gesprek is heel, heel waardevol. En ik vond dat zo'n... Het was voor mij echt wel even een eye dat Ik dacht, ja, potverdorie, zo simpel kan het zijn. Ja, mooi voorbeeld. Ja. Ja, en dat doet mij ook wat denken. Als we kijken naar definities van feedback, wat, wat leraars feedback noemen, daar hebben leerlingen vaak een andere term voor. Eh, commentaar of kritiek. <laughs> ja. En in het voorbeeld zit dat, zit dat mooi in. Want het is niet omdat je dan die, die terugkoppeling hebt, dat je ook weet welke volgende stap je te zetten hebt. Dus ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Wat wij veel tegenkomen op scholen is dat als het al gaat over feedback, dan beginnen mensen toch eigenlijk al snel over rubrics. Dus uh, rubrics uh, voor de mensen die daar niet uh, bekend mee zijn. Dat is wel apart trouwens als je naar deze podcast luistert en je weet niet wat rubrics zijn, maar goed, rubrics is zeg maar, <laughs> en dan staat er uh, op verschillende criteria staat er uitgesplitst van nou stel je hebt onvoldoende, dan, uh, dan heb je het zo gedaan en voldoende heb je het zo gedaan en, go en goed heb je het zo gedaan en uh, nou ja, daar staan ook heel interessante dingen in uh, over in uh, jullie boek en uh, dus uh, nou wat, wat wat vinden jullie eigenlijk van rubrics? Ik heb een, kre een, kre een, kre een krekel geluid nu laten inzetten, zo. Dat is zo. Hoe gaat het met jou? Goed. Ja, wat vind je bij Waar moet je beginnen? Um, ik, ik ga echt met mijn, mijn concreet voorbeeld beginnen. Ik, ik was op, op een apartement en was er een visitatie voor fotografie. Um, fotografie is een heel he, beeldende opleiding. En de, Um, in de voorbereiding van, de, van er was er een, een proefvisitatie geweest, dat wil zeggen dat wij externe vragen om hetzelfde op voorhand te doen, om eigenlijk docenten te laten oefenen van hoe antwoord je goed op de vragen van een externe commissie. En daar, daar was de feedback uitgekomen van, ja, als, als jullie toetsen, benoemen jullie eigenlijk niet goed wat jullie verwachten van jullie studenten. Je, je moet dat kunnen benoemen. Wanneer is een foto een goede foto en wanneer is een foto geen goede foto? En ik, ik was niet bij die proefvisitatie, maar ik kreeg wel de opdracht ga nu eens een halve dag met die docenten werken en leer die rubrieks maken. Hè. Leer die benoemen wanneer iets goed is en wanneer iets niet goed is. Ja, bij het publiek, bij uitstek, de beeldende denkers. <laughs> um, en, ik, toen, en, en dat is echt lang geleden, hè, dat is tien jaar geleden of zo. En ik was toen helemaal nog niet zo thuis in wat er nu in het, wat er nu in het boek staat. Maar ik denk dat het wel zo een van mijn eerste ervaringen geweest is waarin ik dacht, ja... Rubrics is toch niet alles. Er, is toch zo, ja, er, er, er zitten dingen in die we niet in woorden gezegd krijgen. En, en die docenten die waren ook heel overtuigd van. Die waren eigenlijk niet, niet te overtuigen van het, van het voordeel van rubrics zelfs. En, en in, ja, ik denk dat mijn eigen beeld daar genuanceerd is, want ik denk dat rubrics ook echt een meerwaarde hebben. Um, maar volgens mij zit de meerwaarde van rubrics veel meer in een tool die je kan gebruiken om het gesprek over iets te starten. Veel meer dan iets dat ja, een definitief eindproduct is waar je iets mee gaat doen, maar ik denk dat als je met, als je met collega's samen een rubriek ontwerpt, ja, dan, dan haal je er heel veel dingen bij om, om duidelijk te maken ja, dit vinden we nu eigenlijk belangrijk en dan is het werken naar die rubriek volgens mij het belangrijkste van het proces. Hetzelfde als je met studenten werkt, ja, het, het hebben over de rubriek en de rubriek kunnen toepassen op concrete voorbeelden en daar iets mee doen en zeggen waarom wel en waarom niet, ja, dat geeft net de rijkheid aan die, ja, nogal arme taal in een rubriek en dat is volgens mij een stuk. De, de essentie van onze ontdekkingstocht daar over rubrics en ik moet zeggen dat dat voor mij in het schrijven van het boek wel een van de um, hoe zeg je dat zelfstudie leerrijke momenten geweest is Ik ben echt proberen op zoek te gaan naar ja waar, waar zit dat nu juist hoe komt het dat daar rubrics hè, dat dat daar een stuk in mist waarvan iedereen toch ziet ja je moet rubrics maken je moet duidelijke doelen en, en duidelijk aangeven wat dan de goede criteria zijn ja waar zit dat stuk dan dat maakt dat dat, dat, dat toch in de praktijk niet pakt of niet plakt ja. Ja, en ik vind daar zo het feit van dat, dat impliciete, los van die tekst, hoeveel je het ook probeert te formuleren, het impliciete, en dat zit vaak op, op gevoel, op nuances, op suggestie, op, hè, dat, dat proberen te pakken te krijgen, doe je niet door te blijven investeren in het beter formuleren, maar dat doe je door met voorbeelden aan de slag te gaan, te vergelijken en, 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 en zo verder. Hè. Op Research ed, uh, René was erbij, hè, lieten we bijvoorbeeld twee. Twee tekstjes uh, uit um, Nederlands, uh, spookverhalen zien. Twee spookverhalen. En we vragen aan ja, wie, welk vind je het beste? En ook in groepen met, met taalleerkrachten zie je vaak dat dat wat half-half is en dat er een hele discussie ontstaat van welk is nu het beste. En je kan dat perfect benaderen met een rubrik. Maar zo'n gesprek, waarbij dat je, eh, dus een rubrik wordt gebruikt in situaties waar suggestiviteit is. Maar als je het net dan daarover met leerlingen in gesprek gaat voordat zij ook zelf aan de slag gaan en gaat uitwisselen van oké, okay, waarom is dit een goed voorbeeld, waarom is dat een goed voorbeeld? Ja, dan worden die rubrics, ja, dan geven die net wel een meerwaarde. Ja. Um, ja, het werd nog dat... net geen oorlog tijdens de sessie. Ja, eh, is, uh, dus jullie kapt het net snel genoeg het, af. Maar, uh, yeah. maar je zag allemaal mensen in. Mijn collega, jullie, uh, onze collega, die, uh, die zat er ook bij. En uh, nou, die zat gewoon, nou, het uh, uh, eerste verhaal is natuurlijk beter zo. Maar toen zag ze daar van, oh, bij groep twee, dat ik mijn hand opstak. Ja. En toen dacht ze, huh, wat? En ik uh, kreeg en mensen gingen natuurlijk argumenteren. Of, ja, één is veel beter, want uh, dat zijn mooiere zinnen enzovoort. En de ja. en, en andere zeiden dan van. Nee, dit is suggestiever ja, ja. of dit is ja. concreter enzovoort. En het, 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 ja. het is elke keer weer opnieuw. Ik dacht in het begin dat ik die werkvorm ja. toepas. Ja, ik, oh, ik, ik neem hier wel een risico, want stel dat die <laughs> allemaal, allemaal het ene het beste vinden, ja, dan sta ik daar mooi. Ja. Maar uh, het is elke keer weer die discussie, heel mooi om te zien. Ja. En die suggestie dan van bespreek met, met leerlingen... Uh, Twee goede voorbeelden die toch heel verschillend zijn, en relateer die dan aan die rubriek, ja, dan heeft die rubriek echt een meerwaarde. Maar als je de rubriek gebruikt om feedback te geven aan de leerlingen waarbij dat ze zich ingekloord zien in bepaalde vakjes, ja, dan weet hij niet hoe hij daarmee aan de slag kan. En, de, en dat is het mooie, denk ik, als je bijvoorbeeld kijkt naar literatuur over experten, dan zie je ook dat expertise eigenlijk opgebouwd wordt uit tienduizenden voorbeelden. En die expertise zit niet in die ene benaming van dat ene abstracte begrip, nee, die zit net in de rijkheid van die voorbeeld die een expert continu meemaakt en daaruit leert. Hetzelfde als je kijkt naar literatuur over impliciete kennis, maar ook over hoe onze hersenen uh, dingen verwerken, ja, dat is, dat is niet zo eentalig ding, dat, dat zit veel meer ook in welke emoties plakt iemand daaraan, welke gevoelens, welke percepties. En ja, al dat soort dingen, dat krijg je nooit vertaald in één rubrik. En dus een heel deel van die rijkheid die wij continu in onze beleving hebben, ja, die ontbreekt in die rubrik. En dat is het stukje waar ik naar op zoek was van, wat mist er en hoe kunnen we dat toch terug erin steken naast die rubrik? Ja, je blijft je helemaal doodstaren op de formulering. Als je inderdaad als docent dan een goede rubrik wil maken, kan je soms helemaal... Ja, daar, daar al je tijd en energie in verliezen. Van, ja, en ze worden dan ook heel uitgebreid. Want je krijgt inderdaad nooit dat totaalbeeld in, in, in een paar zinnen gevangen. Dus je blijft dan maar ja, nog meer talige moeilijke constructen bedenken. En ik denk ook dat wat jullie ook net zeiden, en dat komt in het boek ook heel erg naar voren, en dat zeggen wij in de training ook iedere keer, kwaliteitsbesef of heldere kwaliteitsverwachtingen hebben, dat is echt zo'n onmisbaar element van uh, goed feedback kunnen geven en ik zag dat eerst nog meer zag ik dat wat losser in mijn hoofd en ik ben recenter eigenlijk dat steeds meer samen gaan zien als dat dat echt één pakket ja. is wat wat niet los te zien is van elkaar dat kwaliteitsverwachting dus kunnen werken met voorbeelden kunnen vergelijken daar de dialoog over voeren samen criteria opstellen of je als docent ja zelf eigenlijk hard op dingen voordoen zodat je ook in die in die verplaatst en dat dat zo essentieel is om goed feedback te kunnen geven. Ja, helemaal mee eens. En het interessante ja. is, hoe. want dan ga je je afvragen, ja, hoe, hoe leer ik dat dan aan? En, en daar de oplossing in gedeelde praktijken zit, in het samen dingen doen. Even als je naar, naar leraren kijkt, hoe, hoe, hoe maak je een goede verbetering van een, van een toets of een examen? Ja, door examens samen te verbeteren en dan elkaar de nuance te laten zien en niet door die rubriek door te geven en te zeggen, ja, doe jij het nu ook maar met die verbetersleutel? 谢谢。 was dat uh, drie termen die vaak gebruikt worden eigenlijk helemaal niet uh, voorkomen op, op die manier. Dus uh, in de literatuur wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen feed-up, feedback feed en feed-forward. Uh, nou, en even voor de mensen nogmaals die, die niet begrijpen waar, waar ik het nu over heb, is dat er eigenlijk drie uh, soor, soorten vormen van feedback zijn. Dat begint wat mij betreft al een beetje de verwarming. Ver, Verwarring, ik was echt verwarming. <laughs> maar <ja. lacht> maar ja, dan begint de verwarring, uh, want uh, bij feed up ben je eigenlijk uh, ja, aan, het, he, aan het spreken over nou, wat is nou het doel, uh, wat proberen we nou eigenlijk te bereiken. Hè? Dus dan geef je informatie die daarover gaat. Uh, bij feedback ben je aan het terugkijken van nou, hoe heb je het eigenlijk gedaan. En bij feed forward uh, geef je informatie over hoe je verder zou moeten. En nou uh, zijn wij al lang van die termen afgestapt. Maar wat ons opviel was dat jullie eigenlijk die termen ook helemaal niet gebruiken in het boek. Ja, klopt. We gebruiken ze één keer om uit te leggen dat we ze niet gebruiken. <lacht> <lacht> op zich, niets tegen die termen. Maar, maar het, het is verwarrend op een bepaalde manier. Want dan heb je feedback waar, waar dat je het hele, het, het, het hele idee van alles wat erbij komt, uh, bekijkt. En anderzijds is het een stukje ervan. Hè? Je hebt dan feed up en dan het stukje feedback en feed forward. En eigenlijk gaan wij ervan uit. Ja, feedback is de integratie van, 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 van alle drie. Het is, het is één groot geheel. Waarmee je naar lesontwerp kijkt. En een, een tweede reden waarom, is omdat we, waarom dat we het niet doen, is omdat we veel meer voorstander zijn van te benoemen waarover je het hebt, helder kwaliteitsverwachtingen, feedback die je doet leren, dan in concepten te blijven hangen. Um, hetzelfde voorbeeld bij differentiatie. Um, Want een, eenzelfde concept kan voor, voor um, verschillende collega's een heel verschillende invulling krijgen. Dus dat is ook wel een reden voor ons geweest om, uh, om daar niet te vuil in te blijven hangen. Ja, misschien moeten we eerlijk toegeven dat een van de eerste versies van het ja, boek uh, de termen wel had, dat het eigenlijk echt onze hoofdstukken ja. waren ja. En, en op een bepaald moment waren echt we dachten zoiets dit krijgen we niet geschreven, we, we gaan geen boek uitgeven dit. Mm -hmm. en, en ja dan zijn we gaan samen zitten ja. en hebben we gewoon beslist van ja dit doen we niet, we, we moeten een andere manier ja. vinden om hier uh, logica en helderheid in te krijgen. Dat was echt een aha momentje wel. Hè, ja. Als we zeiden van we gaan uh, een ander kader, een, ander, een andere opbouw. Uh, Nemen dan inderdaad vanuit die drie concepten. Nu, je kan ze er wel in terugvinden. Je kan, je kan mm -hmm. op zich, als je wil, als je echt zegt mm -hmm. van voor mij werkt dat supergoed, kan je ze er uh, aan vasthangen. Maar het interessante is, vind ik echt met alles in onderwijs, hé, je kan alles met een of welke term benoemen in onderwijs en het gebeurt ook heel vaak, hé, de, de verschillende termen voor heel vergelijkbare dingen gebruikt worden en ik, ik vind het echt de zoektocht, ook als je vormingen, vormingen maakt, vormingen geeft ja, ga nu op zoek naar die term die het meeste de kern vet van wat je eigenlijk wil zeggen en je ja, tijd is altijd beperkt, ja, ga echt op zoek naar datgene waarvan je denkt oké, okay, dat gaat echt het verschil maken en ik denk dat we dat met dit boek een stukje proberen te doen, ook van dit is voor ons de essentie en die moeten uitkomen. Ja, ja, voor mijn gevoel zit ook uh, op het moment dat je onderzoek wil vertalen naar de praktijk, dat je ook uh, moet zoeken naar een taal die de praktijk ook begrijpt. En je moet de, de woorden zoeken om duidelijk te maken van ja waar, waar hebben we het nou over. Omdat wat mij betreft zit ook uh, door bepaald taalgebruik moedig je ook een bepaalde cultuur aan. En ik uh, ja, het lastige aan de term en daarom gebruiken we ze zelf niet, zeg maar. Is omdat op een of andere manier verhult het ook hetgene waar je het over hebt. Of mensen ja. gebruiken de term ja. feed-up, maar begrijpen eigenlijk niet zo goed. Uh, ja, we, dan merk je eigenlijk dat ze niet zo goed begrijpen waar ze het precies over ja. hebben. En dat ze de termen door elkaar gaan gebruiken. Dus dat was in het toetsrevolutieboek heb ik dat ook allemaal uh, eruit uh, geschreven, eigenlijk. Omdat uh, ja, de, de mensen die we interviewden, bijvoorbeeld, dan uh, de termen soms gebruikten op een manier die eigenlijk ja Waar het bleek van, nou je hebt het eigenlijk niet over feed-up, maar over feed-forward. Ja. Of je hebt het, en dan, nou ja, dat maakt het dan nog verwarrender in feite. Ja, terwijl je ja. dus met andere woorden kun je in feite hetzelfde zeggen, maar dan zonder dat je, uh, ja, uh, dat je, maar dat wel duidelijker wordt van wat je precies bedoelt als je het daarover hebt. Ja, ja, absoluut. Ja, dat vind ik een mooie redenering. En ik, maar doet ze ook wat denk ik. Ik gaf net al het voorbeeld van differentiatie. Vind ik not, nog zo'n mooi voorbeeld. Dat, hè, stel bijvoorbeeld dyslexie. Ik differentieer bij mijn hè, leerlingen dyslexie. Dat kan twee totaal verschillende dingen betekenen. Dat kan betekenen: ik zet meer in op lezen, voorlezen en zo verder. Dat is de, de ene betekenis. Maar de andere betekenis is. Ik ga net voorleessoftware inzetten, waardoor die minder um, gaat lezen, dat je gaat compenseren. En als je het niet daarover hebt, maar bij het concept blijft hangen, ja, dan kan je, kan je echt naast elkaar aan het praten zijn. En hetzelfde voor, voor feed up, feedback en feed-forward, denk ik. Ja. Ja. Uh, ja, ik heb begrepen ooit dat uh, David Bout heeft daar ook wel dingen over geschreven. Ja. En die zei bijvoorbeeld van ja, eigenlijk is alle goede feedback is feed-forward. Ja, ja. <laughs> ja dus als er geen uh, actiegericht element in zit, dan, uh, dan is het sowieso ja. eigenlijk niet geen goede feedback, dus geen feedback in zijn, uh, in zijn termen. Ja, ja, absoluut. Dat is ook echt een interessant artikel van Naomi, Naomi Winstone, denk ik, waarin ze uh, de literatuur over feedback gaan analyseren uh, in taalgebruik en in de invulling van ja, welke feedback? Wat wordt nu onder feedback verstaan in welk artikel? En dat er ook een verschuiving zit in de loop van de tijd, in de invulling van de, van de term. Um, ja, en, en dat is heel hard waar het om gaat. Hè. Hoe, ja, waar spreken we over en wat bedoelen we ermee? En het voordeel is. Sorry, het, vo, het nee. voordeel is. Nee, nee, <laughs> het nee, voordeel nee. is uh, dat we met twee geschreven hebben, denk ik. Dat heeft ons wel uh, scherp gehouden ja. daarin. En het laatste hoofdstuk in het boek is echt een, een heel interessant sowieso, het hele boek interessant, maar ik vind het een heel mooi hoofdstuk, want het hoofdstuk heet feedbackcultuur. En heel vaak uh, hoor je mensen daar wel over, van ja, hoe kan je nou ervoor zorgen dat um, je een feedbackcultuur kan creëren in je school of in je organisatie? En wat zijn daar dan belangrijke stappen in? En hoe kan je dat nou laten groeien? En het klinkt vaak super mooi en utopisch, maar er zijn wel dingen die je daar ook in kan doen en dingen die ook belangrijk zijn om rekening mee te houden of waar je aan moet denken. Wat hebben jullie daarin in, in ontdekt of in, in wat zijn jullie gedachten daarover? Ik denk uh, wat voor mij een belangrijke uh, opstap was, was, was vanuit de vertrekken vanuit het perspectief van een leerling. En als je als leerling dag in, dag uit, andere leerkrachten voor jou, je hebt andere klassen, en in de ene klas wordt dit van jou verwacht, in een andere klas wordt dat van jou verwacht, ja, dan kost dat continu keivel energie om, om te switchen in ja hoe moet het nu en wat wordt er nu van mij verwacht. Dus eigenlijk, als je, als je wil, op een goede manier rond feedback wil werken, is het bijna noodzakelijk om daar als school een deel, gedeelde visie over te hebben en een stuk ja, afspraken over te maken van hoe doen we dit nu, wat, vind, wat vinden wij een goede manier van werken hier rond. Ja, en dat doet mij geert terugdenken en wat we daar net ook over hadden, want soms maak je als leraar keuzes die op korte termijn niet zo fijn zijn voor leerlingen. En als je die niet gezamenlijk maakt, dan, uh, of niet zo fijn, of uh, vooral leren op langere termijn oplevert, dan krijg je de reactie, ja, zeggen, uh, jij bent veel te streng, hè? bij jou moet dat wel en bij je collega hoeft dat niet, hè? inderdaad. Ja. Ja, ja. Absoluut. Maar ik, onder... ik, ik heb uw, uw verhaal afgepakt. Nee, nee, het is, het is oké. Okay. <laughs> <laughs> Ja, maar. Ja, okay. ja, de, ja, een, een insteek. Uh, daarbij dus dat, dat bouwen aan routines als, als school. Daarnaast ook, um, stel dat je als leraar een vorming volgt of het boek leest en, en je bent heel enthousiast over die principes van feedback en je wil daarmee aan de slag en je komt in de school en je merkt van ja, mijn collega's zijn eigenlijk niet mee of die kijken daar anders naar. Dat kan ook heel teleurstellend zijn. Um, terwijl je eigenlijk net heel misschien fijne inzichten hebt opgedaan dat je net. Ja, net vooral die teleurstelling gaat overheersen. En daarom is het ook goed om uh, feedback uh, op, op schoolniveau of op teamniveau op te pakken. En daarover gaat, uh, gaat dat hoofdstuk. Ja. ja, en ik denk ook wat, wat jij net ook zei: van het is ook belangrijk hoe je als docenten onderling, of als teamleider of schoolleider, naar je docenten weer praat. Want die cultuur is niet alleen maar van docent naar leerling, maar het is in de hele school als je het hebt over cultuur. Dus het is, het is ook heel. Ja, hypocriet eigenlijk, of niet correct als die cultuur tussen docenten onderling of vanuit schoolleiding een docent ook dan niet op die principes gestoeld is. Maar als dat nog heel erg ja, directief is, of, of top-down, of whatever, of onveilig. Ja, hoe kan je dan verwachten dat die docenten wel een goede feedbackcultuur voor die leerlingen gaan genereren? Want het hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Ja, en het, uh, het mooie is dat het ook echt een manier is om daarin te leren. Hè? Als je die dingen op een op model kan staan, hè, als, als schoolleider model kan staan van hoe je omgaat met je leraar, ja, dan, dan wordt het veel gemakkelijker voor leraar ook om dezelfde dingen te doen met je leerlingen. Hè. Dus de, de, de manier op je... Uh Pedagogische studiedagen vormgeeft of vormingsdagen vormgeeft, de manier waarop je in samenwerkingsmomenten of in werkgroepen omgaat met, met je collega's. Ja, dat zijn dingen waarin die feedback ook heel hard zou kunnen inzitten. Laat leer collega's feedback geven aan elkaar als ze bepaalde dingen uitwerken. Geef zelf feedback aan je collega's. Dat soort dingen ja, zou perfect op dezelfde manier kunnen gebeuren als dat je doet met je, met je leerlingen en dat zou heel mooi zijn. Interessant ook is dat je hebt. Heel veel literatuur over feedback in werkomgevingen die heel mooi samenspoort met feedback in, uh, in klasomgevingen. Daar wordt eigenlijk exact hetzelfde gezegd. Ja, ja en in, in, in onze hogeschool werken wij, ik heb daar straks gezegd, met lange trajecten. Hè. Dat is een bewuste keuze om, om rond het thema feedback niet mijn een eenmalige sessie, maar langdurig aan de slag te gaan. Dat is met vallen en opstaan, hè, want dat is ook een, een zoektocht naar prioriteiten, tijd en zo verder. Maar goed, dat, dat lukt voor heel wat opleidingen wel. En daar komen die twee mooi samen, omdat in, dat, in die trajecten steken we dat feedback geven aan elkaar, aan elkaar, krijgt daar een belangrijke plaats. En ook daar zien we wel die belangrijke rol van die leidinggevende. Hoe betrokken dat die is bij zo'n traject. Zegt die, doe maar, ik hoor het wel. <laughs> of zegt die van in het begin, ik wil hierbij zijn, ik wil mee, ik wil mee uh, weten waarover het gaat, ik wil zelf ook leren. Ja, dat effect daarvan op een team is gigantisch groot. En daar hebben we dus. Uh, ja, wat handvatten proberen mee te geven voor uh, directies of voorleidinggevende vakgroepen en zo verder om, uh, als, ze, als ze aan de slag willen gaan. Ja. We hebben daar ook wel wat van die be de waarderende benadering. Prusitive Inquiry heeft daar ons ook wel wat uh, geholpen om echt wel te vertrekken van wat gaat er goed, wat wil je behouden, waar droom je van, hè? Wat, wil je, wat wil je op termijn bereiken. Ja. Ik wil nog wel iets aanvullen over waarderende benadering. Omdat als, je, als je naar die methode die kijkt, die maakt heel hard gebruik van... De uh, positieve uitzonderingen die er al zijn. Dus die eigenlijk vertrekt die van concrete voorbeelden om kwaliteitsverwachtingen uh, uh, helder te maken. En dat is net een hele mooie, die heel herkenbaar is bij feedback. ook, eh, Kijk naar waar in uw school gaat het al goed. Welke leraar doet, doet iets rond feedback, dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld is. En niet om dat in een rubriek te noteren, maar wel om, <laughs> om samen te gaan kijken naar ja, wat is nu een mooi voorbeeld in, in al zijn rijkheid daarin. Uh, dus ook daar komt heel sterk terug in de cultuur. En dan zijn we weer aan het einde gekomen van de 24ste aflevering van de Learn Podcast. Dank jullie wel voor het gesprek. Ontzettend ja. leuk en inspirerend. En nou ja, wat ik al zei, blind kopen. Dus ik wil jullie best even de tijd geven om het boek nu online te bestellen. En ondertussen praat ik dan even verder. Oh. Want je kan ook het boek winnen. Dus uh, druk nog niet meteen op uh, de nu kopen. Maar, uh, dus, uh, je hebt nu mensen wel boos gemaakt. Hè, die ja. al heel snel op gewoon het via internet gekocht hebben. Ja, maar zo snel in zijn zo voor de feest. Ja, 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 ja. Oh, Zeker, ja. 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 We gaan twee boeken weggeven. Uh, met dank aan uh, de beide auteurs uh, die het die hebben meegenomen voor jullie. Mij, misschien gaan ze het wel signeren. De, de, kijk, kijk ja. de persoonlijke boodschap. Ja, een persoonlijke <laughs> boodschap. En, uh, <laughs> en, wat, uh, uh, ja, en wat je moet doen is eigenlijk vrij simpel. We hebben het, uh, de hele session, we hebben het gehad over feedback. En graag zouden we feedback uh, van jou ontvangen op, uh, op deze podcast. En uh, ja, degene die ons het slechtste feedback geeft, die, uh, die krijgt het boek. Want ja, die heeft natuurlijk uh, het meest <laughs> te leren. Dus, uh, nou, dus dat is uh, de uitdaging. We hebben er twee. Dus uh, nou, in, in de volgende podcast zullen we vertellen als het lukt om die überhaupt op te nemen. Vast wel. Ja. Jawel. Ja. En je moet gewoon goed duidelijk maken dat jij dit boek nodig hebt. Ja. ja. Dat kunnen we vrij snel zien. Ja. Gaan we vergelijken. Ja. ja. Gaan we even kwaliteit ja. bekijken. Ja. <laughs> Oké, okay, nou dus u luisterde naar de Learn-podcast. Uh, dank u wel voor het luisteren. Mocht u er wat uh, leuk vinden en vaker willen luisteren, dan kunt u zich natuurlijk abonneren via uw favoriete podcastdienst of via YouTube. Uh, u kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijg je ook meteen 50% korting op een van onze online cursussen. En Learn is onderdeel van Toetsrevolutie. En via Toetsrevolutie geven we allemaal trainingen. Over feedback en over formatief handelen en, uh, en allemaal andere dingen, toetsing. En dat doen wij inmiddels met, uh, met nog zes andere collega's, zoals Dominique Sluismans. En uh, die uh, niet in de vorige, maar in de podcast daarvoor uh, <laughs> aan het woord was. Nou, en mocht je vragen of opmerkingen hebben of je feedback achter willen laten, <laughs> dan, uh, dan kan dat uh, via de mail op info.learn.nl En dat is dan met dubbel L. Dank u wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. you mm -hmm.